Good morning, het is vandaag donderdag. Het is nu, even kijken, 11:30 en ik ben eigenlijk helemaal klaar, Dylan ook bijna. En dan gaan wij weer op pad. We gaan als eerst naar de Eiffeltoren, want het is vandaag beter weer dan gisteren. Het is in ieder geval minder mistig. Dus we gaan vandaag naar de Eiffeltoren, daar een paar fotootjes maken en zo. Want gisteren was het gewoon zo mistig, dat had eigenlijk geen zin. Dan naar de... Waar gaan we dan ook weer heen? Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. En dan gaan we naar Galerie Lafayette. Dus daar... Ja, de Champs-Élysées ook toch? Huh? Dat is zeg maar die winkelstraat waar Louis Thomas ook zit. Bij Lafayette? Oh, daar gaan we ook nog heen. Ja, dan bedoel je? Dan weet je via zo gewoon die Champs-Élysées aflopen. Ja, is goed. Dus we gaan ook lekker waarschijnlijk winkeltjes kijken en bij designerwinkels kijken en zo. En we willen heel graag naar de Louis Store, want die is echt sick hier in Parijs. Dus we gaan even kijken. Dus dat, ik heb alle spullen. Outfitje zal ik even laten zien in de spiegel. Dat is lekker sportief. Ik had echt outfitstress net. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Maar ik heb dit ervan gemaakt. Het is... Oh, het is heel donker. Calvin Klein shirt die ik van Dylan heb gestolen. Je ziet er geen kut van. Wacht. Hoe ga ik dit? Nee, in ieder geval. Calvin Klein shirt van Dil. Een tie-dye, daily paperbroek en mijn Nike's met een blazer. Oh, je ziet het al beter. Dus helemaal gezellig met mijn tas erbij. Dus dat is mijn lookoe. En ik heb heel mooi ooglookje, al zeg ik het zelf, gemaakt met het Huda Beauty Nude Palet. Dus ik ben helemaal content ermee. Top. Oké, we gaan spullenpakken klaarmaken. Extra batterij van de camera mee. Want hè, dat ging vorige keer een beetje fout. Fout. En we hebben nu die ene batterij, die Legos, hebben we nu nog even voor de laatste, nou ja, wat zal het zijn, 10 minuten even in de lader gedaan. En kijken of we er dan nog wat uit kunnen halen. Dus dat is die tweede batterij, ja. Ja. Dus dat, eigenlijk. Let's go. Zo, nou. Gaat top. We hadden helemaal planning voor vandaag. Naar de Eiffeltoren. En dan gaan we met de metro. Want het is echt een half uur om, zelfs met metro, daar te komen. Dus wij dachten, doen we dat. Dan gaan we daarna naar de Ark. Die je net verteld hebt. Nou ja, dat inderdaad. Die ik net verteld heb. Nou, wij lopen langs allemaal metro dingen. Geen enkel is open. Gewoon geen. Dus het is top. Dus wij opzoeken. Zijn er echt vandaag en morgen volledige stakingen voor de metro's. Dus alle metro's zijn nu dicht. En wij vonden het best wel chill gisteren met de metro's. We hebben een 10-rittenkaart gekocht. Dat we allebei 5 ritjes hebben. En we ook voor niks. Dus dit gaat echt perfect. Nou, en nu gaan we maar lopen. Die richting op. Zo, een beetje overlicht. Maar kijk, een hele tijd verder. Wij zijn net bij Galerie Lafayette geweest. Het viel op zich nog mee hoe ver het lopen was. Dus maar daar zijn we... tegen wat erin was. Dat viel, ja, deel die, ik weet niet of jullie het hoorden, ook door de wind. Maar deel zei, het viel tegen met wat erin was. Er was gewoon geen mannencollectie. Van niks. Vrouwen en kinderen. Ja, inderdaad. 6 verdiepingen gewoon bovenin was vrouw. Kinderen. Of nou ja, iets bovenin. En verder was alles vrouwen. Echt super sick. Het was ook mega druk. Wel heel mooi. Maar dat komt meer door de kerstboom die daar in het midden zit. Dus vooral dat. We zijn nog heel even de Sephora. We liepen uit dinges. En toen ben ik nog even snel bij Sephora geweest. Moest nog een make-up reiniger hebben. En ik wou nog een bronzer van Fenty Beauty hebben. Dus, oh, ik moest zo even die camera opnieuw instellen. Want het licht is echt heel erg overbezocht. En nu gaan we richting de Eifel. En kijken voor wat eten zo. Dus dat is een beetje de planning. En ik kon ook binnen bij Lafayette echt niet filmen, want dat was zo fucking druk. En hier is het ook weer heel raar. Een rare constructie. Dus yes, yes, yes. Zo. Wij zijn echt heel veel kilometers verder. Maar we zijn nu bijna bij de Eiffeltoren. Of nee, we hebben hem al gezien. We zijn er eigenlijk praktisch al.
Maar je hebt dan zo tegenover de Eiffeltoren zo'n stukje wat hoger is. En dan kan je hele mooie foto's maken. Dus als het goed is, lopen we daar nu heen. En ja, onze voeten voelen we wel. Omdat er natuurlijk helemaal niks draait. We hebben lekker even geluncht bij Pret-a-Manger. Koffie gehad voor onderweg. En zo even Insta-foto maken. En dan straks even kijken wat we nog gaan doen. In principe hebben we nog best wel lang. Dus ja. Dylan ging kijken hoeveel kilometer we hebben gelopen. 10,7. Vandaag. Ja, alleen nog maar. We hebben nu al 10,7 kilometer gelopen vandaag. Oh, en we moeten nog terug. 13,1. 13,1? Oh my god. En we moeten nog terug. Well, that's maybe an hour. Zo. So. Hey, Dil, we zijn er. Volgens mij. Ja, oh, leuk. Nou, wij gaan lekker shooten. Dil heeft de camera al om. Foto's maken. Heel veel zin in. Oeh. Pretty. Goedenavond. Wij zijn in het hotel al best wel een hele tijd. En het is nu 8:58, dus ook echt best wel vroeg nog. Of nou ja, vroeg, maar... wat is die lensies of zo? Oei. Of hebben we slaat helemaal, huh? Dit vind ik vreemd. Oké, nou ja. We zijn dus alweer in het hotel. We hebben een heerlijke crêpe gehad. Dylan met karamel. En ik met Nutella en hazelnoot. Echt heel lekker. Van zo'n oud mannetje die het maakt. Hier heel dichtbij. Dus dat was echt heerlijk. Ik heb net gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen. Dus het is weer schoon. En ik kan het weer losdragen. En maskertje opgehad. Heerlijk. Van Starskin. Ja, heel erg lekker. En toen verder huisverzorging, routine gedaan en zo. Nu lig ik heerlijk in mijn trainingspak op bed en ben vlogs aan het kijken. Dus dat was eigenlijk de dag van vandaag. We hebben niet heel veel gevlogd. Nou ja, wel wat. Niet meegeveel. We, jij. Ik, sorry. Maar jij was ook bij. Ja. En ja, maar we nemen jullie gewoon morgen weer mee. En dan gaan we een beetje shoppen. We hebben al gekeken voor de Comme des Garçons winkel waar we heen willen. En verder, daar waren van mij nog wat andere winkels in de buurt. Dus we gaan het redelijk dichtbij houden. Denk ik. Voor onze voeten. Ik heb geen zin om ver te lopen, nee. Nee, voor onze voeten is het vooral een fijn om dichterbij te blijven. Dus nu gaan we lekker chillen. En chips eten, denk ik. Vroeg slapen. Oh ja, ik heb trouwens ook nog, maar dat laat ik morgen wel zien. Daar heb ik nu geen zin in. Bronzer van Fenty Beauty gehaald. Heel leuk. En laat ik morgen wel gelijk zien hoe ik die vind. Want dat weet ik natuurlijk nog niet. Dus nou ja, goed verhaal. We gaan vroeg slapen. En ik denk ook wel redelijk op tijd er dan uit. Maar dat zien we nog wel. Misschien ook helemaal niet. Nou, tjus.